Hallo lieve Steenbok, leuk dat je er weer bent. We zijn aanbeland bij week 27, 3 juli tot en met 9 juli. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve Steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Er gaan nieuwe deuren voor je open. Ik heb het gevoel dat er oplossingen naar je toe zijn gekomen. Nog steeds oplossingen naar je toe komen. Nieuwe deuren gaan open. Misschien dat het nu nog op een kiertje staat. Maar niet getreurd, het gaat vanzelf. Het heeft ook te maken met dat je jezelf meer vrijheid geeft, je zelf op een bepaalde manier beschermd hebt, maar ook wel weer de vrijheid hebt gegeven om weer verder te kunnen gaan. Dus het voelt alsof je dingen van je af hebt laten glijden, waardoor je dus weer verder komt. We gaan eens even verder kijken, lieve Steenbok, wat je verder deze week kan verwachten. Het voelt alsof je alle kanten op kan gaan, dus kijk vooral naar welke kant je op wilt gaan. Oké, we gaan eens even kijken. Je bent heel erg bezig om te kijken hoe je je tijd het beste kan indelen. Daarnaast heb ik ook het gevoel dat je op bepaalde punten nog wel echt geduld moet hebben. Dus er komen wel oplossingen, maar niet alles tegelijkertijd. Daarnaast zie ik vooral dat je... Ja, er gaan heel veel deuren voor je open. Er gaan heel veel oplossingen voor je komen. En eigenlijk ook dingen waar je niet meer op had gehoopt. Of had verwacht dat het nog zou komen. Dus benut het allemaal heel erg goed. Maak van ieder succes een feestje. En ik zie ook zeg maar dat... Ja... Dat wanneer je alles ziet als een feestje, dat het ook veel soepeler zal gaan verlopen. Want je komt in de liefde terecht. Je komt in de zuiverheid terecht. Wat ervoor zorgt dat je zoveel meer aan kan, omdat je veel meer in balans daardoor bent. En wat jij geeft en wat je uitzendt, dat krijg je ook weer terug. Het is wel een week waarin je ook zelfreflectie hebt. Dus het kan zijn dat je soms ook even jezelf tegenkomt. Omdat je ook... Eigenlijk terug gaan blikken, hey, wat doe ik nu eigenlijk? Of wat krijg ik terug? Het is een soort van spiegel. We gaan eens even verder kijken naar wat voor positieve boodschap of affirmatie er is voor jullie voor deze week. Deze. Ik vind het gemakkelijk om alles wat ik nodig heb in het leven te vinden. Ik doe dit door te ontspannen en erop te vertrouwen dat de dingen perfect gaan verlopen. Lieve Steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Of kijk op mijn Facebookpagina ook voor leuke evenementen. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.